Na de warming-up voor het duel tegen Feyenoord zien we zanger, presentator en tegenwoordig zelfs acteur Jan Smit aan de rand van de catacombe van het stadion. Hij heeft speciale aandacht voor FC Groningen verdediger Kees Kwakman, die zijn 250ste wedstrijd in het betaalde voetbal gaat spelen. Ik ken Kees al heel lang. We hebben heel veel contact. En, het is natuurlijk een hele mooie pot. En ik was vrij, dus hij belde me, vind je het leuk? En dat kan ik natuurlijk niet weigeren. Hij zegt ja, het kon weer niet zonder camera, dus want ik zag hem helemaal niet op het laatst. Hij had me wel gevraagd of hij even op het veld mocht, maar ik dacht dat hij dat al voor de warming-up had gedaan. Maar ik zag allemaal fotografen staan en toen zag ik die grote bril van hem. Nou, ik ken hem al heel lang. Kees is getrouwd met mijn buurmeisje, waar ik echt 20 jaar naast gewoond heb. Dus volgens mij zijn ze ook al een jaar of 10 samen. Dus. Dan heb jij vast ook al heel veel wedstrijden omgezet. Ja, maar ook onze gezamenlijke vrienden zijn weer vrienden. En familie is weer bevriend met mijn familie. Dus het is echt een soort web in elkaar verweven. Jan, laat even de jongens hier. Mag ik nog met jou? Ja, dat mag. Ik ben nog steeds regelmatig op de kermis, hoor ik al. Ja, en we zijn ook een paar keer op vakantie geweest samen. Dus we gaan altijd partijtje voetvolley. En hoe gaat dat dan? Ja, dat maak ik hem altijd in. Mag ik niet anders verwacht. Nee, maar hij is hier heel goed op het veld, maar op het strand moet hij het afleggen. Nee. Hij zei dat hij wel eens van jou gewonnen had. Nee, ik zat meestal bij hem in de ploeg, dus waar ze het altijd over hebben dat ze van de Sar en Frank de Boer wonnen. Met Nick en Simon erbij. Was ik de andere Volendammer, maar mijn naam noemen ze meestal niet, want anders denken ze, oh, er zat een voetballer bij me. Dus dat doen we altijd in de winterstop op Curaçao, dat is hartstikke leuk. Mooi zijn als hij een keer scoort, want bij NAC kan ik me nog herinneren dat hij wel regelmatig scoorde. Dat hebben we hier nog niet meegemaakt. Ja, veel met het hoofd. En dat schiet er nu nog een beetje bij in. Dat gaat wel komen, denk je? Ja, als de ploeg gewoon gaat draaien, dan zal Kees toch wel als aanvoerder zijnde meedraaien. Wat is jouw voorspelling voor vanmiddag? Ik denk 2-2.